enorme huizen, grote jachten en de duurste auto's. De rijkste Nederlanders hebben zoveel geld dat het bijna niet op te maken is. Money is the best friend I ever had. Oh, yeah. Het blad Quote zette, net als elk jaar, de 500 rijkste op een rij. Dat deden ze door te kijken naar al hun bezittingen en de waarde daarvan bij elkaar op te tellen. Denk aan fabrieken of huizen, maar ook geld dat ze bijvoorbeeld verdienen met hun ideeën of muziek. Bij sommigen tikt dat behoorlijk aan. Bij DJ Tiësto bijvoorbeeld. Er wordt geschat dat hij zo'n 170 miljoen euro heeft. Dan onze koninklijke familie. Hoeveel koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen precies hebben, is niet bekend. Maar Quote vermoedt ongeveer 1,2 miljard euro. Veel rijker nog is John de Mol. De bedenker van programma's als The Voice zou ruim 2 miljard euro hebben. Ja, veel geld, maar het komt niet in de buurt van de nummer 1 op de lijst. Charlene de Carvalho Heineken, dochter van de man die biermerk Heineken oprichtte. Alle fabrieken waar de biertjes gemaakt worden, het geld dat met de verkoop ervan wordt verdiend en nog veel meer. Het maakt haar tot de allerrijkste van ons land, met 13,5 miljard euro aan bezittingen.